Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwe vlogcamera van Canon, de PowerShot V10. Ho, ho, ho! Ze zijn altijd super smerig, dus daarom zit ik op het invalide toilet. Hey! Rick, wat ben je aan het doen? Nou, ik heb dus begrepen dat je super populair kunt worden van vloggen. Dus misschien word ik straks wel de populairste jongen van de hele school! Ja, denk het ook. Hey mensen! De les gaat zo dadelijk beginnen. Och, vandaag is echt zo'n vervelende dag. We hebben alleen maar van die verschrikkelijke leraren. Oh, nee. Ah. Zo erg kan het toch niet zijn? Kijk, we zijn al 10 keer blijven zitten. We zitten nog steeds op de middelbare school. En jij vindt dit niet erg? Oh. Ik vind gewoon die kantine hamburgers tijdens de pauze altijd zo lekker. Ja, die kan ik echt niet missen in mijn gewone leven, hoor. Je weet dat ze vanaf volgende maand alleen nog maar gezond voedsel gaan serveren, hè? Oké, hey mensen. Ik heb dus juist het allerergste nieuws van de hele wereld gehoord. Maar blijf deze video kijken om erachter te komen wat dat is. Maak haast knullen en knullinnen. We gaan beginnen. Ja! Zo. Nou, jongens en meisjes. Rick, zou je even kunnen gaan zitten? Oké, meneer Daver. Vandaag gaan we weer even echt terug in de tijd, want we gaan weer een filmpje kijken. Een van mijn favorieten, namelijk Charlie Chaplin. Oh nee. Saai. Klinkt al saai. Ja, dat vinden jullie leuk, hè? Echt een geweldenaar was dat. Ik kende hem nog. Ja, ik heb met hem geknikkerd. Dat is echt waar. Ja, up to date. Dit is zo saai. Saaiste les, hoor. HDMI? Wat is HDMI? Dit moet hierin volgens mij. Nou, ik weet nog precies waar alles in moet, hoor. Ik hoop dat jullie leerlingen nog een beetje concentratievermogen hebben, ondanks dat takketok van tegenwoordig. Want deze film duurt wel ietsjes langer dan je misschien gewend bent. Daar gaan we. Kun je doodgaan van verveling? Ik hoop het wel, ja. 20 jaar later. Prachtige film! Dat vond ik dus het allerleukste om te doen. Gaat het een beetje, mevrouw? Nee! Nou, niet bepaald, nee! Joost en ik die liggen sinds afgelopen weekend in een scheiding! Echt trouwen, hè? In gemeenschap van goederen. Dat is echt de meest foutieve kansbreking die ik ooit in mijn hele leven heb gemaakt. Want daardoor rijdt hij nu in mijn Skoda Octavia rond. En met dat lage lerarensalaris kan ik helemaal geen nieuwe auto betalen. Maar dan gaat het toch gewoon met de fiets, mevrouw Wenen? Zie ik eruit alsof ik van fietsen hou? Ja, met mijn man, ja. Ex-man. Oh ja! Kunnen we alsjeblieft beginnen met wiskunde? Ja, waar waren we? Hoofdstuk 4. Oké, die gaat over breuken. Breuken! Goedemiddag, meneer Klozak. Ik heb mijn huiswerk zo goed mogelijk gemaakt. Nou, fantastisch, Dylan. Wel jammer dat je handschrift zo lelijk is. Man, wat is dit zeg? Ja, en nu gaan we weer naar de volgende les. Rick, kap alsjeblieft met filmen. Niemand vindt je leven interessant. Ja, dit is natuurlijk ook wel slecht gemaakt. Jezus Christus, wat is dit nou? Kun je alsjeblieft douchen de volgende keer? Goh. Pieter, zo. Dit is echt heel erg goed gemaakt. Ja? Nee, natuurlijk niet. Ik kan Braille toch niet lezen, man. Sukkel. Jongen, wat een... Sorry, meneer Klozak, maar mijn oma heeft gisteravond een hartaanval gehad, dus ik heb mijn huiswerk niet af. Oh, Timmy. Dus omdat jouw oma, net zoals 40% van alle bejaarden, hartproblemen heeft, is dat nu ook ineens mijn probleem? Nou, jongens en meisjes, omdat Timmy graag van zijn probleem ons probleem maakt, krijgen we allemaal 20 kantjes extra huiswerk. Dankjewel, hè, Timmy. Dankjewel. Allemaal klappen voor Timmy, jongens. Fantastisch. En zijn oma. Dankjewel, Timmy. Meneer Klozak.
Oh, Timmy, ga maar even lekker zitten, jongen. Ja. Oh, mevrouw de directrice, ik had u helemaal niet gezien. Wat leuk dat u er bent. We gaan weer een leuke les tegemoet, dus wilt u misschien een kopje koffie? Ontslagen. Mevrouw Tiek, kunnen we vandaag iets leuks doen? Bijvoorbeeld trefballen of apenkooien? Dylan, jullie zijn geen brugklassers meer. Het is tijd voor iets nieuws. Deze les wordt de strijd van je leven. Wat? Strijd? Vandaag gaan we grenzen verleggen, jullie angsten overwinnen en doorgaan tot je erbij neervalt. Als jullie dit helse parcours doorstaan, dan zijn jullie commandowaardig om ons land te redden. Oh nee, Dylan. Ik heb eigenlijk geen zin in spierpijn morgen. Minder praten, jongens. Kom in actie, nu! Mijn oma is nog sneller dan jullie. Hup, Dylan. Noem jij dat zweet? Dat is geen zweet. Ik heb hoogtevrees. Dit zou wel zomaar de laatste vlog kunnen zijn. Oh, jullie stelletje kipvuur. Mevrouw Tiek, waar ben jij mee bezig? Oh, mevrouw de directrice, ik moet gaan. Op missie. Roger, sir, coming in action now. Oké, staat hij al aan? Oké, we draaien. Nou, goedemorgen. Je kijkt naar een nieuwe videolog van Dio. Niet te verwarren met Gio. Meneer Vragma, gaat u op vakantie? U lijkt net een toerist met een selfie stick. Nee, Rick. Ik ben videologger geworden. Het schijnt helemaal hipper de pip te zijn. Vlogger bedoelt u? Ja, dat zeg ik ja. Trouwens, ik schrok me vanochtend dus helemaal rot. Niet omdat ik wakker werd naast het gezicht van mijn make-uploze vrouw. Maar omdat ik dus al 3 abonnees heb. Ongelooflijk! Gefeliciteerd! Ik ben trouwens sinds kort ook een vlogger. Hey mensen! Yo, hey, dat is mijn tekst. Zo, compact ding heb je daar. Ja, dat hoor ik vaker. Maar goed, dit is dus de nieuwe vlogcamera van Canon. Compact, 4K video, een ingebouwde standaard. Kijk, hè? 2 microfoons voor stereogeluid en een groothoeklens, zodat je altijd goed in beeld staat. Mag ik hem eens vasthouden? Oh, ja hoor. Ik zal er heel voorzichtig mee doen hoor. dat was de bel. Tot morgen, klas. Dag hoor. Tot morgen. Hey, wacht, mijn camera. Weet jij, hé, wil je heel even je waffel houden? Wat staat hier? Stilte in de mediatheek. Sst. Oh, ja. Ik even stil, oké? Ah, nou zeg, die stoel die heeft 4 poten en dit maakt geluid en dat is niet goed voor mijn gehoorsysteem, hè? Mijn hele gehoorapparaat. Sst. Iets zo. Ja. Niet de tas! De tas moet sowieso op de grond, niet op de tafel! Nee! Niemand! Sust mij, hè? Helemaal niemand! Au. Wacht eens! Geen Dio in mijn mediatheek! En jij moet helemaal je mond houden! Waar is meneer Egberts nou? Hij is ook echt al bijna een kwartier te laat, dus dat betekent dat we... Oh nee, daar komt hij al. Naar binnen allemaal. Een van mijn collega's heeft zijn mok laten staan. Komt dat even goed uit? Ah. Oh. Vandaag gaan we zingen. We gaan proberen toon te houden. Gaat dat lukken? Kun jij het even voordoen, Dylan? Oh, ja, zeker, meneer Egberts. Komt niet vaak voor dat leerlingen helemaal geen talent hebben. Dus ik zal het wel even voordoen en dan kunnen jullie me nadoen. Ja.
Ja, ik vond het wel mooi, maar... Bonjour les étudiants. Je suis votre nouveau professeur. Sorry, daar versta ik niks van. Meneer, wie bent u? Ah, je suis monsieur Calembour. Oh, bonjour meneer Camembert. Non, non. Monsieur Calembour. Camembert. Zeker zo'n stupide. Dankjewel. Ah oui. Aujourd'hui. Serieus, hè? Zeg, zo irritant als je een leraar hebt waar je helemaal niks van kan verstaan. Oh man, ik ben toch ziek. Ik verstond echt een bul van, alsof ik stront in mijn oer heb, hè. Van de week was ik een weekendje met ons mam naar Amsterdam, hè. Meent je dat ze wel hun best doen om iets van Nederlands te kallen? Maar ik vind je me dus net een pruus. Ik kost me niet verstaan, maar ik verstond er echt geen hol van. Camembert. Heb je geen camera meer? Nee, meneer Fragma heeft hem nog steeds. Namaste, everybody. Kipsaté! Ik voel aan jullie chakras dat jullie onwijs veel zin hebben in deze les. Oh. Wat is dit? Relax, keep calm, everybody. Paniek zorgt voor een negatieve stroming door je aura. En bovendien, het brandalarm ging alleen maar af toen mijn wierook... Jongens! Wat doen jullie hier nog? Het koffiezetapparaat van meneer Egmonds heeft kost uitgekregen en de hele benedenverdieping staat in de fik! Wegwezen, man! Wegwezen! Relax, find your inner peace. Deze natuurzijn hier beschermt ons tegen al het kwade. Er kan ons letterlijk niets gebeuren. Ik zei net van... Ah. Oké, okay, bij nader inzien wordt het hier toch al warm. Paniek! 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 Fuck! Ik heb de hulp! Excuseer. Ik was nog even druk bezig met Dungeons & Dragons, dus... Jongens, wat is dit? Wie heeft het gedaan? Ja, dit is niet grappig, hè? Nee. Nou, goed. We gaan weer aan de slag met technologieles. En daar hebben jullie allemaal vast heel veel zin in. Allereerst gaan we vandaag leren hoe je nou een achtergrond op je bureaublad kan aanpassen. Klaar. Oh, dat was de lesstof van de aankomende 3 weken. Wat we wel kunnen doen is een beginnetje maken aan iets wat wel moeilijk is. Het bouwen van een website, maar dan echt het begin, de start daarvan. Ik heb zelf ook ooit een website gemaakt en wellicht kunnen jullie dat dan ook leren. Kijk, ik heb hier een mooie website gemaakt over hondjes. Ja, dit kunnen jullie dan misschien ook. Ik heb de website al af via AI. Hè? Ik moet alleen nog even weten hoe ik de HTML CSS website kan converteren naar JavaScript. Dus als je me daar nog even mee kan helpen? Ja. Dat zou uiteraard kunnen, ja. Dat is best wel ingewikkeld en dat kun je niet zomaar doen. Dus dan ga ik even kijken in welk lesprogramma dat dan precies past. Ik weet zelf absoluut wel hoe dat werkt, hoor. Het is niet dat ik niet weet hoe dat werkt. Ik weet hoe dat moet. Ik ga absoluut ooit uitleggen hoe dat werkt. Ik moet heel even nog, voordat ik dat doe... Kom daar even later op terug. Ik ga er toch even over nadenken over hoe ik dat precies ga uitleggen, want... Dus... Hamburgertje halen in de kantine. Nu zijn ze er nog. Goed plan. Ja. Nou, ik vind die kantine hamburgers in de pauze altijd wel zo... Ja, ik vind die kantine... Yes. Ja, ik vind die kantine hamburgers tijdens de pauze... Dat hoort erbij. Oh. Nee, jij moet helemaal je mond houden! Wat wil je zeggen?